Karin en Roderick die zouden geloof ik heel even komen om wat langs te brengen, maar hoe wat weet ik veel. Hoor je het hier? Naast elkaar. Eeuwen en Rijka. Ja, hallo lieve vrienden, een hele goede dag vandaag. Ja, het is vandaag alweer zaterdag, 10 oktober en we leven om 13:24. Ik ga zo met Rijka uit en daarna ga ik op visite in de andere wijk. En jullie kunnen niet mee. Nee, en ik had eigenlijk door de kwade duin willen gaan, maar het weer ziet er niet zo fijn eruit, nee. Dan had ik daar al even gefilmd, maar het is triest, grauw, grijs, de regen valt te pakken. Dus ik ga opschieten, lieve vrienden, maar ik wens jullie wel weer een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog. Ja, wees blij, ik ben er weer bij. Want ja, zonder mij, dan zijn jullie ook niks en ik weer zonder jullie niks. Ja, enkele keer vandaag ook niet veel vloggen. Als ik er thuis kom, dan uiteraard pak ik dat ding weer. En Karin en Roderick die zouden geloof ik heel even komen om wat langs te brengen, maar hoe wat weet ik veel. Ik heb niks besteld, maar het zal, ik krijg wat, maar hoe? Ik weet niet. Maar oké, lieve vrienden, ik ga opschieten, want ik moet mijn koffie opdrinken en ik moet Rijka uitlaten en daarna moet ik weg. Dus ik heb het druk. Ja. Maar oké, ik kan de pret niet drukken. Ik wens jullie natuurlijk wel een hele fijne dag verder toe. Geniet met elkaar, van elkaar. Zonder elkaar. Je kan ook in je uppie genieten, ja. Hé, Rijka? Ja. Dus we zeggen tot later maar weer. Doei! Ah, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ja, terug van de verjaardagsvisite. Ja, we waren maar met z'n drieën, hoor. Echtpaar en ik. Ja, meer mag niet, hè, tegenwoordig. Ja. Maar het was wel even gezellig en leuk. Ja hoor, echt wel. Zo, en die komt er weer bij me, hè. Ze lag achter mijn beeldscherm op mijn bureau. Nou, hoe lief. En ik ben blij dat ik weer thuis ben. En Kandalf was buiten, die is gelijk mee naar binnen gekomen. En ik ging weg. Ik had mijn normale winterjas aan. Dat is toch wel koud hoor. Ik had enkel geen handschoenen aan. Maar dat vind ik ook echt nog niet 1, 2, 3 nodig. Maar ik heb wel nou even pijn in mijn duim. Maar ik had die jas, mijn regenjas, had ik er overheen. Want ja, regen. Maar ik ben wel, ja, het is, hij is wel nat geworden. Maar het was van dat niezen regen. Maar het zonnetje komt erbij. Warempel. Ja. Nou, ik heb mijn capuchon op gehad. Dat is natuurlijk waarschijnlijk wel te zien. Jolanka! Ja, hè? Is te zien, hè? Het is weer een beetje platter. Ja. Maar je zal toch wel zeggen, je ziet er goed uit. Nou ja, dankjewel. Maar in ieder geval, oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie namiddag. Ik ga de pc aan doen en ik ga sowieso weer even snel een vlog in elkaar zien te flansen. En ik moet de camera nog weer leeg halen, ook dat. En ik moet nog een plaatje maken, ook dat. Dus ik heb nog heel wat te doen. En ik eet vanavond makkelijk, want ik heb... in de vriezer heb ik van die broodjes leggen, het lijkt op pizza. Nou, daar heb ik gewoon zin in en ga ik er eentje van in de oven knikkeren vanavond. Nou, dan komt Karin en Roderick, komen nog heel even met een bliksembezoek. Dus ja, hoe en wat verder, ik weet het niet. Mijn duim doet zeer, maar dat komt ook wel weer goed. En dan vraag ik toch aan Karin of ze even die zak met kattengrit naar boven wil brengen en in dat bureau wil zetten. Want er staat nog steeds één zak kattengrit hier. En dat is ze vergeten, Astrid, om dat gisteren te doen. Ze heeft één mee naar boven genomen. Ik zeg, die moet wel even achteraan. Ik zeg, ik wil eerst die bruine op hebben. Ja, zusje, daar was ik ook al aan begonnen. Ik zeg, mooi. Dus... Maar ja, er zit meer in. Maar hij is ook goedkoop.
ook één nog wat, maar er zit 2 liter meer in dan in die bruine zakken. Dus ja, als de FOMAR dat blijft verkopen en dat het niet een bepaalde aanbieding is, dan haal ik dat inderdaad voortaan bij de FOMAR. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en probeer van de zon die er nu is te genieten, want die is er maar even, want we zouden nog een hele grote piek krijgen. Ja, een stortbui dus. Ik zal even mijn telefoon erbij pakken. Even een moment geduld, AUB. Hé, jongen? Ja nou? Ja. Moet die weer weghalen, daar naartoe. Daar naartoe, daar naartoe. Kom op. Open. Hé, nou die piek is weg. Nu krijgen we nou een keer mijn hele kleine heuveltjes. Hele kleine heuveltjes. Ga jij eens weg met die reclame troep? Nou, ik zeg weg. Nee, hij wil niet weg. Nou, het is een heel klein heuveltje wat we nog krijgen. Nou ja. Oké. Nou ja, jammer dan. Pech. Maar waarom er, we zien hoor. Neerslag. Wat een hele hoge pieken, die moest toch komen? Die is zomaar in ene weg. Oké, dat is weer weg. Nou ja, oké dan. Dan kan die ook weg. Ja, wat doen we er dan nog mee? Oh, wacht even. Dan kwam er weer een heuveltje erbij. Oké. Ja, maar die is geweest. Nee. Die is ook al geweest dan. Ja. Die zijn allemaal al geweest. Nou ja, oké. Pech. Ja, ik weet niet wat het weer morgen gaat doen. Maar ik hoorde dat in het Kwelderduin zijn ze met de baggerwerkzaamheden bezig. Dus dat stinkt daar behoorlijk. Dus als het morgen beter weer is, gaan we morgen even naar de Donkere Duinen. Neem ik Rijke ook mee, dan kan die lekker daar even lekker rennen en doen. Enzovoort. Dan heeft die ook even weer vrijheid, blijheid. Hé, ja nou? Ja. En dit is zo'n hoopje hier. Ja, ook goed. Maar in ieder geval, ja, wat ik verder moet zeggen. Ik zit gelijk haren voor jou te eten. Bah, nee. In ieder geval, tot straks. Doei! Zo, lieve vrienden, ja, het wordt al donkertjes. Het regent ook. Het is 18:56. En ja, nog steeds op zaterdag de 10e hoor, 10 oktober. Ja, ja. Karen en Roderick die zijn geweest. Ik heb al met Rijka gelopen. Ik ben net weer binnen. En ik heb amper de tijd om die deken om me heen te doen. En Ewen die is alweer bij me op schoot. Ja, daar legt ze. Maar ik heb ook dus een cadeautje gekregen. En dat heb ik uitgepakt. Karen die heeft gevlogd. Maar ik was aan het werk. En ben eigenlijk nog aan het werk. Maar ja, dat doe ik ook niet verder. Wat zat in dit leuke papier? Geweldig. En dan moet ik ze even opzoeken. Ja, daar. Er staat degelijk mama op. Ja, leuk. Maar, dat is het. Dingetje kun je eraf schuiven. Voilà. Die even weer open. Ja, en er zitten er 1, 2 maal, 3 maal, en dan is die ertussen gevallen, 4 maal van deze stokjes. Ja, wat zijn het nou voor stokjes, hè? Zullen we er heel veel denken, maar ik weet het dus wel, ik zag het ook gelijk al. Maar er zitten ook 4 maal deze lieftallige pandabeertjes bij. Dat zijn leggende pandabeertjes die liggen. En wat is nou het geval? Dat je dat op tafel zet
zo. En dan kan het, als je aan het eten bent, Chinees eten, en je kan met die stokjes eten, ik niet dus. Maar als je eventjes klaar bent of je wilt wat anders doen, dat je dat tegen die pandabeer aanlegt. Die houdt het dan vast. Nou, toch leuk? Ja, ben er, ja, ik vind het grappig. Kijken of dat wil zo. Dat het er niet uitvalt. 4 maal ook. Nou, hartstikke leuk. Ja. Nou, en dan moeten die stokjes er weer om en onderin. Zo. En dan die weer zo. En dan kan ik gewoon weer dicht. Zo, en als je dan Chinees eet en je kan met die stokjes eten. Nou, dan kan je dat op tafel neerzetten. Ja, toch leuk. Dan moet hij wel weer eromheen willen. En ja, dat was die. Zo. Dus ja, ik ben er wel blij mee. Ik vind het grappig. Ja, het is weer wat anders. En kijk, je kan altijd leren. Hè? Je bent nooit niet oud genoeg om te leren om met van die stokjes te eten. Maar oké, okay, ja, ik ga verder aan het werk. En de normale verlichting hier om aan de hond. Ik heb dan 1, 2, 3 grote lichten aan. En dat vind ik weer te veel van het goede. Dat gaat allemaal weer uit. En dan doe ik de normale verlichting aan. Maar ik wens jullie weer een hele fijne, liefdevolle avond toe. Eet smakelijk als je nog eten moet. Ik dus wel. Een hele fijne, liefdevolle avond. Geniet ervan. Voor later op de avond uiteraard wel trusten met mooie dromen. En morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En wat er morgen ons brengen zal, dat weten we nooit. Nee, dat weet niemand. Maar dat zien we dan wel weer. Ik zeg wel, tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Doei. Ja, hallo lieve vrienden. Het is vandaag alweer reeds zondag, de 11 oktober. En we leven om 14:43, bijna 3 uur. Ja, ik kon ook niet eerder. Ik was boven bezig en dit doen en dat doen. En met Rijk aan het stoeien. Eeuwen medicijnen gegeven. Ik heb een drukke ochtend gehad. En toen werd ik een beetje raar in mijn hoofd. Ik dacht, nou, ik ga even liggen. En ik was weg. Zomaar van de wereld af. Maar het gaat weer. Dus ja, ik voel me weer kip lekker. Ja, ik weet het niet. Waarschijnlijk een beetje te druk bezig geweest. Een paar keer vooroverwezen bukken, dan weet je het wel. En dan stijgt het bloed naar je hoofd en dan ben je eventjes van de wereld af. En ik denk dat ik ook in slaap ben gevallen verder. Ja, nou ja, het heeft me goed gedaan in ieder geval. Dan, ik ga nou even lekker met Rijken lopen. Nou, daar staan ze. Oh, jutte, joh. Naast elkaar. Eeuwen en Rijka. Hé? Hey? Oh ja? Nou, zo dan. Laat dat toch eens. Boef. Moet het laten. Ja. Mijn pootje naar beneden. Nee, zo dan maar weer. Maar in ieder geval, ik ga even met Rijka lopen. Eventjes lekker de wind door mijn haren. Want het waait hier als een raket. Ik hoor het af en toe mijn huisje heen gieren. Nou ja, dan weet ik genoeg dat het dus best waait. Het hoeft nog wel niet te stormen, maar toch. Maar oké, okay, ik ga er vandoor. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. En we spreken elkaar later. O ja, en nog welkom weer bij een gloednieuwe vlog. Vergeet ik helemaal te zeggen. Jee, moet niet, nee, moet niet, niet, nee, nee. Nee, hè? Moeten we niet vergeten? Nee, is toch dom? Ja. Vind ik van wel. Maar oké, okay, ik zou zeggen, nogmaals, welkom bij een nieuwe vlog. Bij Corina en de Beestenboel. Ik ben Corina, mijn hondje heet Rijka. Dit blauwe rus is Eeuwin, die heeft het aan de schildklier voor de nieuwkomers.
Dus daarom is ze zo mager. Ze is niet ondervoed, maar ze is mager omdat ze dan de schildklier heeft. Ze komt beetje bij beetje aan. En dan heb ik nog een rode kater en die heet Gandalf. Dus ik zeg, lieve vrienden, dan weten jullie dat ook weer. Ik zeg, tot later!